Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe YouTube-video. Deze keer hebben we iets heel anders. Ik vind het gewoon leuk om een beetje af te wisselen en zo nu en dan een filmpje te maken. Anderhalve week geleden, ondertussen, was de Koi Cave online show. Dat was erg leuk. En daar hadden klanten een aantal prijzen gewonnen. Waaronder Tategori Champion, Sakura Size 7 en Kokugyo Size 5. En het leuke van deze kooi is dat ik deze heb uitgeselecteerd als Tosai. En later of als Tosai verkocht heb. Dus het leek me leuk om deze video's eens achter elkaar te plakken. En te kijken wat ik er als Tosai in zag. En wat er wel en wat er niet uit is gekomen. En wat er wel een beetje de verwachting was. Of dat het gewoon simpelweg geluk was. Want ja, geluk is bij kooi natuurlijk ook een heel groot gegeven. Dan starten we met de Tategori Champion van de Koi Cave Online Koi Show. Deze is Equator NND en is nu Yonsai. Deze heb ik gekocht als Tosai toen ze een maand of zeven oud was. Heel jong, eigenlijk een van de jongste Tosai die ik ooit gekocht heb ook. En het was een unknown. Nou was ze dus niet bepaald goedkoop, want ze was al een van de beste van haar lichting. Maar ik moest en zou haar hebben omdat ik de bouw echt ja, fantastisch vond als Tosai. Zo jong, maar zo lang gerekt dat ze eigenlijk een beetje de perfecte shape had in mijn optiek. Het Tsumi was wel een gok. Ik wist dat het Tsumi, zoals je ziet, op de goede plekken zat. Ja, geen mega spannende vis qua beniepatroon, maar ja, het zit waar het zitten moet. En eigenlijk viel ik vooral voor de bouw. Ik kreeg van NND dus deze video doorgestuurd met twee showers meer. De Showa's heb ik ook niet meer de video van, maar die heb ik niet gekozen en deze wel. En zoals gezegd, simpelweg door de bouw. Later kreeg ik ook nog, dat was bij de uitzet in april, te horen dat het female was. En dat was eigenlijk het grootste pak van mijn hart. Maar om even terug te komen naar de kwaliteit. Jonge Tosai, als je die voor de show wil inzetten, dan wil je eigenlijk al dat ze best wel wat vet hebben. Dat ze een beetje een volle kooi is. Nou is het op Tosai sowieso wat moeilijk, want ze maken nou eenmaal makkelijke lengte aan dan volume. Maar bij deze, ja, dit was echt een categorie, zeg maar. De bouw was enorm lang. En ja, ze valt nergens in. Eigenlijk is het in één proportie een sigaarshape. En als dit als Tosai in zit, ze groeit ook enorm hard. Volgens mij was ze al hier in december in centimeter of 34. Wat echt wel, ja, 5 centimeter boven gemiddeld was. En toen ze de muppel ging, was ze ergens rond de 40, in de 40. Dat is echt flink voor, zeker voor een ND Tosai. En je zag dan ook echt dat ja, die bouw waarvoor ik dit was gegaan, op een gegeven moment ja, zijn vruchten afwerpte. Nu zie je er als Nisai verschijnen. En hier ja, zie je eigenlijk de bouw uitkomen zoals ik hem ja, in mijn droom had gezien, als ik het zo kan zeggen. Nog steeds enorme lange shape, maar nu met volume erop. Waar het eerst een beetje een, ja, leek wel een sigaar of een knakworst, zoals je eigenlijk ook wel kunt zeggen. Zie je hier dat het eigenlijk ja, zo'n forse kooi al is voor Nissai. Enorm zware shape. Dus veel meer volume op de vis. En dat kan ze ook heel makkelijk en evenredig kwijt. Zoals hier uit mijn hoofd 61 centimeter Nissai. Grootste NND Nisai die ze toen dat jaar hadden voor Sankers. En ja, ik was enorm blij. Het Tsumi was wel een beetje teruggetrokken. Maar dat maakt me eigenlijk niet uit, omdat ik al wist waar het Tsumi zat als Tosai en dat er nog veel meer onder zat. Ja, dus eigenlijk was dit beter dan ik eigenlijk had gewenst. Kiwa ook super scherp op die op de eerste benievlak. Nergens geen heel breed sashi. Eigenlijk was er niks op aan te merken voor mij voor deze vis. Nou weet ik wel, je hoeft er nu nog niet mee naar een show, zoals ze hier op als Nissai is. Maar dat was mijn doel ook helemaal niet. Ik wilde eigenlijk gewoon een sanke die ja, tot ja, enorme lengtes kon groeien. En daar is ze nog steeds mee bezig. Nu zien we er hier als Sansai, is weer een jaar later. Ze was hier gegroeid naar, uit mijn hoofd, 70, 72 centimeter. Wederom voor NND enorm is. En ja, ze kreeg weer een pak volume erbij. Weer een pak volume, zoom je een beetje op, waardoor ze wat iets rommeliger is gaan ogen. Vond ik niet erg. Als zankers ouder worden, klussen dat zoom je vaak. Ja, dus was ik helemaal niet bang dat deze dat niet zou gaan doen. Maar wederom, de shape ja, nadert eigenlijk bijna perfectie.
Als Tosai ben ik dus vol voor de bouw gegaan. En dat komt op deze leeftijd er dan al uit. Want nu gaan we naar de video als Yonsai. En hoe ze dus eigenlijk nu is. Maar deze video is ook ingedeeld. Ja, en dan zie je er eigenlijk op. Ja, een hoog percentage van de glorie. De shape is echt briljant. Als alle kooi zo waren, was ik een heel gelukkig man geweest. Nog steeds zie je die backbone er helemaal uit springen. Je ziet ook dat de Tsumi al veel meer geclusterd is. Het is ietsjes verder opgekomen. Veel meer naar elkaar toegetrokken. Maar nog steeds is deze vis niet klaar. Het is wel een kooi die in mijn optiek, als de Tsumi omhoog is en ze dadelijk over de 80 heen gaat, ja, dan heb je echt een bizar goede vis in handen. En nog steeds ook. Ze is natuurlijk wel veel voller geworden, veel meer volume. Maar hoe ze dat volume wegzet over de hele vis. Er zit geen buik op, er zit nergens geen inval op. Ja, en die enorme kop. Ja, geniale kooi. Echt een van mijn favoriete vissen die ik eigenlijk ooit verhandeld heb. Zeker omdat ik er vanaf zo jong heb gekocht. Als unknown. Dus dat geluk moest je er een beetje bij hebben. En als Nissai heb ik er weer verkocht. Nou, heb ik er helemaal geen spijt van hoor, want ik mag er nog steeds op de voet volgen. Hartstikke leuk om te zien. En nu komt ze, gaat ze een beetje, nou nog niet echt richting de piek, maar ja, ze is als Yonsai, 5, 6 centimeter. De glorie komt er nu steeds zichtbaarder uit. En ja, zo continu hoe deze vis blijft klimmen, vind ik echt uniek. Zowel op BNI-vlak als op bouw, als op Sumi, elk jaar komen er weer stapjes bij. Stapjes die je eigenlijk denkt van nou. Hey, Tsumi was er net uit teruggevallen. Oh, als Sansa is er weer bij. En als Yonsai is weer iets verder geclusterd en ook weer een beetje erbij. Nu kun je heel mooi zien waar het Tsumi dadelijk helemaal gaat inklaren als ze weer wat ouder is en wat meer tijd heeft gekregen. Maar ook zie je hoe die bouw elke keer verder ontwikkelt. Als Tosai was het echt een dunne spriet. Als Nissai was het wel al zag je de power erin zitten. Maar nog steeds een beetje een sprietje. Sansa was als sprietje er wel af en als Yonsai, ja, het is absoluut geen sprietje meer. Ze is echt enorm zwaar voor een NND Yonsai. Zwaar, groot, patroon is goed. Dus ja, dat is wel een kooi waar ik nog veel van verwacht in de nabije toekomst. En ook leuk dat zoiets dan tot Tategooi Champion wordt uitgekozen, want dan ben ik niet de enige die dat voor ogen had. Op dan de volgende, deze zat toevallig in hetzelfde vat. Ja, totaal andere kooi. Het is Jitter in de Kawako van Dainichi. Heb ik op de veiling gekocht in april. Dus het was al een iets ouder Tosai. Waar ik bij deze heel erg voor ben gegaan is ook de bouw. Nou heeft deze goede bouw, maar niet zo exceptioneel als de Sanke. Maar eigenlijk dat ze patroon technisch heel mooi klopte. En zeker als je dadelijk als ze groter zou worden, iets breder, dan zou het patroon in mijn optiek nog steeds beter worden. Ook was het er hele dikke lage jinrin op. Wat dus toch wel belangrijk is, want ja, jinrin dat, ja, kan ik dat erodeert een beetje, als je zo kunt zeggen. Het gaat steeds verder van de kooi af. Dus ja, hoe dikker op jonge leeftijd, hoe beter. Wel vond ik er ook voldoende power in zitten. Zeker ook met het staartstuk lang genoeg om zeker ook wat lengte te pakken. Dat zagen we ook als Nissai, want ze ging als Nissai van Tosai naar Nissai plus 20. Ze ging van 37 naar 57. Zie je goed, ziet is ook dat het been niet heel krachtig is. Wel een beetje rommelig hier nog in het sashi, is wel vaker bij Jinrin. Ja, ik was heel blij met de shape en hoe ze zich qua lengte had ontwikkeld. Jinrin, Kawakus, nou, ze klimmen er niet in uit om enorm hard te groeien over het algemeen. Zeker in vergelijking met hun. Ja, Wagoi zusjes in principe. Dus ja, met de size was ik erg tevreden. Een jaar later, dus als Sansai, als eigenlijk ja, perfect volgens verwachting gedaan. Wat ik wel hier heel mooi kon zien, is ja, nog steeds hoeveel power er ook in die schouderpartij zit. Nog steeds die backbone die eruit komt. Geen buik, vet mooi verdeeld over de vis heen. En volgens mij was ze hier 8 of 66 centimeter. Dus voor het Sansai een hele mooie lengte. Een jaar later als Yonsai, wederom volgens verwachting doorgegroeid. Nog steeds hele lange shapes. Ze blijft dus heel veel lengte pakken. Wat eigenlijk wel ideaal is als je een grote vis wil natuurlijk.
Wat ik ook mooi vond is de kop van deze vis, dat masker dat erop zit. Maar ook, ze heeft een beetje die booskijk ogen. Dat heeft wel wat. Maar ik was vooral blij met de lengte, omdat je wist van hey, die Jinrin, laat het nou een paar jaar aan de body werken, of een paar jaar, 1 jaar. En je hebt echt een hele flinke grote kooi. Dan heb ik de vis niet zoals op de show zwom. Maar ik zal de foto er even in plakken. En daar zie je ook dat het in de vijver van de eigenaar, dat het volume erop is gekomen. En dat ze dus ook weer daarin een extra stap heeft gezet. Maar ook nu zie je het patroon waar ik als stoofzuiger voor ging, dat dat heel mooi terugkomt in zo'n grote vis. Het klopt nog steeds van top tot teen, of van mond tot staart, van bek tot staart, zoals je het bij kooi in principe zou moeten zeggen. En ook zie je dat het sashi waar het als Nissa een beetje rommelig oogde, dat het heel mooi is ingeklaard. Nog steeds heel dik Jinrin erop. Dus prachtige Dainichi vis. En naast Sakura Sai 7 en de Tatakoi Champion won deze Tossa geselecteerde Kohaku de Kokugyo Size 5. Deze heb ik aangekocht in 2022 als stoofzuiger bij Maruhide. En deze daar 1 jaar later. Was Elbow ook unknown. En wederom, eigenlijk lastig wat je ervan kunt verwachten. Het blijven gewoon gokjes op deze leeftijd. Waar bij deze heel erg voor ging was ten eerste het patroon. Ook de benenintensiteit was erg goed. Dus je zag dat er best wel wat rekking kon zitten in deze vis. En ik vond de bouw ook wel mooi. Alhoewel ik er eerst een beetje front heavy als het ware van ogen is. Dat ze dus voorin meer kracht heeft dan achterin. Liep de buiklijn wel heel mooi lang door. Dus je ziet daar geen inval of inkeping in zitten. Wat dus laat zien dat die vis, ja, wederom, dat heb ik al vaker gezegd, haar vet heel mooi kwijt kan en heel mooi evenredig kan verdelen over de gehele bouw heen. Zorg er dus voor dat je die mooie volle bodies krijgt en niet dat de vis te vet wordt. In 2022 werd ze het najaar geoogst. Een paar dagen daarna ben ik dit filmpje opgenomen. Ondertussen was ze in de zomer verkocht aan Wiegert van Interkoi Fight. Deze stuurde mij een berichtje van hey, dat vind ik ook wel een beloftevolle vis en mag ik die van je overnemen? Dus ja, hartstikke goed en leuk om zoiets een keer te doen. Dit filmpje heb ik dus toen naar Wiegert toegestuurd en die was er hopelijk ook heel blij mee. Maar ik zelf ook, ze had wel best wel goed gegroeid. Ze was van een centimeter of 28 naar een centimeter of 7, 48 gegaan. En kwam er als female uit. Ik denk dat dat een van de grootste winsten is die je kunt behalen. Ook was de bouw eigenlijk nog steeds hetzelfde als Tosai. Als dat dan hier wel, ja, natuurlijk veel meer volume op. Maar nog steeds heel mooi evenredig verdeeld. Er zat nog steeds genoeg lengte op. Dus alhoewel ze qua centimeters geen enorme kooi was, is het wel een vis die heel goed body kan maken. Of ze nou 90 wordt, nou, ik denk het niet. Dat hoeft ook natuurlijk niet. Maar het is wel een kooi die kan accelereren op body zonder dat ze dus heel groot is. Zonder dat ze heel fors is. Het hoeft natuurlijk niet altijd samen te gaan. Sommige vissen groeien nou eenmaal iets minder hard. Dan laat ik zeggen dat dit alsnog wel een vrij grote kooi is. Maar wat je dus vaak dan ook ziet, zijn de kooien die het minst hard groeien. Dan ook qua shape niet helemaal in orde zijn. Maar daar heeft deze helemaal geen last van. Na het jaar Azukari werd ze verscheept. Deze kwam dus in het voorjaar van 2023 binnen. En de video die jullie nu zien is van mei. Afgelopen jaar, dus van mei 2023. Beetje afgevallen in de winter, natuurlijk. Ze is verscheept, ze heeft veel stress gehad, dus niet gek. En zo ging ze dus de opgroei in. Dit was dus na de quarantaine. En toen heb ik dus elke periode een updateje gemaakt en zag je er eigenlijk in stappen vooruit schieten. Niet kleine stapjes, maar hele grote stapjes. En hier is inmiddels weer een maandje of anderhalf verder. En ja, je ziet eigenlijk dat ze alweer de proportie en het volume teruggeeft die ze in het najaar had. Sterker nog, dat ze alweer een stap vooruit heeft gezet op dit gebied. En ze bleef ook maar stappen zetten. Qua groei, ze ging niet van 47 naar 87 in 1 jaar. Dat schiet natuurlijk, dat is natuurlijk onmogelijk. Maar eigenlijk pakte ze naast de body ook wel voldoende centimeters. Inmiddels is ze 59 op de laatste meting als Sansai. Dus laat zeggen dat ze in april
wel boven die 60 gaat uitsteken, 60, 62 gaat zijn, dan heb je eigenlijk een hele mooie lengte als Sansai. En aangezien het best wel een kleine Tosai was en geen enorme Nissai, ja, ben ik daar meer dan tevreden over. Dus dat is ook nog goed. Het volgende filmpje maakte ik eind november, denk ik. Hier is ook met deze video meegedaan aan de show. Dus hier hebben de juryleden al mee gejureerd. En wat je hier ziet en waar ik persoonlijk erg blij mee was, was dat de huidkwaliteit, het Chirogi en het Beni, eigenlijk alle facetten, ja, echt een stap hadden gemaakt. Natuurlijk is ze ook wel weer gegroeid een paar centimeter, maar ik vond eigenlijk dat ze de grootste stap op die drie gebieden had gezet. Dan was ik in deze periode ook voor het eerst overgestapt op een ander voer, waar ik erg benieuwd naar was. En ja, dat heeft denk ik wel zijn vruchten afgeworpen. Nou is het wel moeilijker natuurlijk om bij één zwaluw is nog geen zomer, zeg maar. Dus moeilijk om iets concluderends over te zeggen. Maar ik vond het wel, ja, ik was blij toen ik de video maakte. Ja, de juryleden gelukkig ook, die zagen er ook de kwaliteit van in. En van de week dacht ik van, hey, even een gezondheidscheck doen. We gaan weer even een paar visjes bovenhalen. Toen heb ik de laatste video gemaakt. Wederom 2 centimeter gepakt de afgelopen 2 maanden. Ja, en eigenlijk in de lijn doorgegroeid zoals ze al bezig was. Wat je steeds mooi ziet is dat ze, hoewel ze natuurlijk een stuk groter en flinker is dan dat ze als Tosa was, dat ze die beleiding die ze had nog steeds heeft. Het is een hele forse vis. Maar ze heeft weinig inval, laat ik het zo zeggen. Haar buiklijn is steeds erg goed. Een beetje moeilijk te zien, maar in het begin zwemt ze van de zijkant langs. Dan kun je zien dat eigenlijk de buiklijn nog steeds identiek is. Dat zijn wel van die tekens waar je als Tosai rekening mee moet houden. Want wil je een kooi die dus maar echt in proportie flink kan overkomen, dan moet dat er gewoon al in zitten. Je kunt ze voeren wat je wil, je kunt ze op welke temperatuur zetten. Maar ja, daar doe je nou eenmaal niks meer aan als ze eenmaal in je vijver zitten. En dat zijn wel dingen waar je helemaal rekening mee gaat houden. Dat zag je bij de Sanke en dat zag je bij deze identiek. De Sanke pakt er ook nog enorm veel centimeters bij. Deze pakt ook enorm veel centimeters, maar was al ja, zit iets minder groeipotentieel in. Desondanks wel prachtig het volume. Ja, en zeker eigenlijk is het een enorme verrassing. Want toen ik het kocht en je had tegen mij gezegd van hey, zo wordt zelfs Sansai. Dan ja, ik had je niet voor gek verklaard, maar ik had je gezegd, nou, dan valt ze echt perfect uit. En dat doet ze ook echt, want ja, heel veel beters viel er eigenlijk in mijn optiek niet echt uit te halen. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Graag tot de volgende video. Laat me even weten of je dit soort filmpjes leuk vindt. Dan kan ik misschien een keer een volgende maken. Of ja, of maak ik weer iets totaal anders. Er zit ook niet echt een lijn in. Maar ik vind het leuk om te maken. En leuk ook voor mezelf om allemaal weer een keer terug te zien. En zo de ontwikkeling van de kooien bij te houden. Dat is toch denk ik het leukste wat er is eigenlijk. Dus nogmaals bedankt. En tot de volgende. Doei doei.